Shadow. Zijn in de Citadel. En ik ben in een totaal nieuwe wereld voor mij gestapt. Want wat vindt hier vandaag plaats? Een twirlwedstrijd. Een twirlwedstrijd. Ja. Maar leg uit, want ja, hoe gaat het allemaal in zijn werk? Nou ja, je kan op twirlen gaan en dan train je elke week aan een dans. En die kun je dan op wedstrijden, wedstrijden zijn vaak op zaterdag. Dan kun je je inschrijven en dan kun je meedoen aan een wedstrijd. Dan heb je weer verschillende onderdelen. Je kunt een verplicht onderdeel doen. Dan heb je verplichte twirlmuziek. En dan laat je zien de technieken zien. Maar de meiden van Jubel doen voornamelijk een choreografie op een dans. En dan dansen ze de hele zaal door met de baton, dat is de stok. En met hoeveel groepen van Jubel bij je hier vandaag? Twee groepen. Welke groepen zijn dat? Of hoeveel groepen heeft Jubel, laat ik zo zeggen? Ja, we hebben bij Jubel hebben we een leerlingenteam van op dit moment 11 meiden. Maar er zijn weer een paar nieuwe bij. Dus die zijn we aan het klaarstomen dat die ook op wedstrijden kunnen. En dan heb ik ook nog een seniorenteam. Die bestaat uit 6 meiden. Maar vandaag hebben er 5 meiden meegedaan omdat er 1 op vakantie viel. Waar let de jury op? De jury let ook op of de baton mooi vloeiend doorgaat. Dat je niet elke keer weer goed vastpakt, zeg maar. Nou, de jury let natuurlijk op als je hem vangt. Als hij valt, krijg je een halve punt aftrek. Dat je vanuit het midden twirlt is erg belangrijk. En ja, in patroon blijven. En ja, er zijn heel veel dingen waar de jury op let. Ik heb er echt diep respect voor. Ik vind het echt bewonderingswaardig. Nou, dankjewel. Maar ja, zometeen de prijsuitreiking. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben, ja, we laten ons verrassen.